En de frames. Ah, dat is weer terug. Change. Mittenwald. Wat hier en prepare for departure. Oké. Licht. Ja hoor. Je kunt nog skiën daarboven. Als er sneeuw er ligt. Daar. Nou, dat heeft veel impact, ongeveer 7 frames. Staat wel ver weg. Zo, even. Even kijken naar die trekker, ja. Ik ga dan aan. Ja hoor, kom nou hamsters weer. Hey, frames er terug. En we kunnen gaan. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Even kijken.
Zo, dat is beter. Hey Mickey, goedenavond. Welkom. Tot ziens, Bolus, Zeelmeel. Fijne avond nog. Dit is die versie van DTG. Developer Steam.
Nou, ik heb nog niet gekeken naar die RSLO-versie. Ik heb deze in dat Twin Pack gekocht laatst. Met deze sale. Net zo duur als de route zou kopen zonder korting. Dus ik dacht van, ach ja, die paar euro. De map staat nog aan. Oké. Zo, beter. Ja, ik heb volgens mij van RSLO, wat een naam ook. Ik weet niet zo in Twitter of ik daar wat van heb. Ik heb wel een paar keer gekeken om die iets van te kopen, maar ik weet niet of ik het heb gedaan ooit. Damn it. No. Ging zo lekker. Niks aan de hand, gewoon achteruit stappen. Pa heeft er wel goed gekut.
Lol. Ja, ik ga wel eens kijken naar die andere versie van de RSSLO. God, daar moet ik nog wel een paar keer oefenen. Ja, kan ik bewegen? Nee. Ik kan helaas niet naar buiten kijken. Welke versie reed je Bjorn dan laatst? Was het ook die RSSO versie of was dat deze? Ja, dan moet die van die RSSLO zijn dan. Een leuke Windows kanaal, dat vlaggetje is onderdeel van de subscriptie van Matt Peddleston.
lange tunnel. Ook bovenop de berg dan. Boomkap. Je zijn zo bezig met forestry. Op de farm. Op de berg. Daar is de boosdoener. Oh, dat is de microfoon. Wat doen die verrekte hamsters hier altijd? Oh, serieus. Ga weg. Ja, die hamsters zijn overal te vinden. Volgens DTG. Klopt, ja, Jor. Een graai met trekker, ja. Dat ik zes vanochtend heb.
Ja, ik moet ook zeggen, de ervaring met trekkajak is ook wel positief. Het is wel even wennen natuurlijk, maar het is al vrij snel goed. Oh, wat een uitzicht hier. Tot ziens, Jord. Bedankt dat je er was. Tot maandag dan bij Rupke, ja. Kwaliteit is wel goed. Op zich van deze terrein ook wel, hoor. Goedenavond, Edwin. Welkom. Ah, zo snel afremmen hoeft ook alweer niet. En natuurlijk rijdt hier de trein ook achteruit een stukje. Jezus. 20 kilometer nog. Ongeveer een half uur. Iets minder dan een half uur.
volgende station rijdt. Welkom terug, Reginald. Ja, dit is de DTG-versie. En ook de 4020, deze die ik nu rij, is ook van de DTG. Laatst gekocht in de sale. Oh, wat kijk jij dan weer aan? Kijk, zo vrolijker. Zeefeld in Tirol. Want ook naar Tirol zit hij hier niet in. Tot ziens, een leuke Windows kanaal. Leuk dat je er was. Tot de volgende keer. Bij Robco. Maandag.
Seefeld in Tirol. Ja. Leuk, Alpen Express. Misschien ooit eens nog een keer doen. Ja, het zou ook wel leuk zijn als de AI mij inhaalt, maar... DTG, hè? En weer naar beneden. Richting Giesenbach in Tirol. Ik zit wel echt laag in de passagiersview had standaard. Nou ja. Oh, nou kijk, dit is leuk. Wel een beetje klein, maar dat is wel scheter.
Ja, ja. Stomme kabel. Nog meer forestry. Ah, de omgeving hebben ze wel goed gedaan. Morgen 70, zo. Ja, is niet helemaal goed uitgelijnd. Dat is gewoon jammer. Maar je moet het toch remmen. Nou, even wel magneet remmen dit ding. Welkom in Giesenbach in Tirol. Waar de berg is zonder bomen. Nou, als deze route bijvoorbeeld nou naar TSW kwam. Dat zou nog wel eens een keer mooi uit kunnen pakken. Er was toch laatst in de stream van Twarok, 68. Zei toch iemand dat waarschijnlijk Duitse DLC kwam? Zeg, ben ik daar wel benieuwd naar.
TSV zelf vind ik ook wel leuk om te doen. En als je 30 frames haalt, dan is de gameplay gewoon goed. Ai. Ja. Nou, bedankt dat je er was, Stefan. Fijne avond nog. En dan waarschijnlijk tot maandag bij Robco. Geniet van je avond nog. Fijn weekend. Scenery inladen. Frames op deze route die vallen best nog wel mee. Zit hier eigenlijk altijd 69 aan. Behalve als die wat inlaat natuurlijk, maar... Welkom in Snarnitz. Scharnitz. Station van mensen die kijken op hun horloge. De eeuwige dozen verschuiven. Hier had best wel wat AI kunnen binnenkomen. Kijk, windhoren. Leuk gedaan zo. Mittenwald, 5 minuutjes hooguit.
overweggeluid is ook eens een keer dat we het horen vandaag. Deze route. En 80. Als die wil. Oh god, heb je die hamster ook weer. Precies op het einde, hè? Welkom in Mittenwald, eindpunt van deze trein. Nee, we kwamen van Innsbruck. En we gaan tot Mittenwald.